Welkom bij de Cheetos 24 Games Scholenkampioenschappen 2001, de allereerste regionale finale. En die wordt gehouden in Zutphen. En de deelnemers hier gaan strijden. Ze komen uit Overijssel en Gelderland en ze proberen naar de finale te gaan. Dat gebeurt allemaal hier. Hoe dat verder in zijn werk gaat, vertel ik allemaal straks. En daarbij krijg ik ook nog hulp van een oude bekende. Wegens groot succes vorig jaar is ons dit jaar gevraagd wederom aanwezig te zijn met onze 24 Game Facts tijdens de 24 Games. Wij zullen daar ook zijn. Kruk. Emmy, ben je straks terug? Ja, wij zijn straks terug. Wij zijn straks terug. 4, 3, 2, 1. En we zijn begonnen. De 24 Games zijn dit jaar iets anders van opzet. Per dag zijn er namelijk 2 wedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit 4 rondes en een finale. In de finale zitten 4 deelnemers die gaan strijden om winnaar te worden. Uiteindelijk hebben we dus 2 winnaars van de ochtend en de middag. En de beste van die 2, dat is dan ook nog eens degene die zich kampioen van de regio mag noemen. Wel gaan alle 8 de finalisten van de 2 wedstrijden uiteindelijk naar de landelijke finale. Gedeelde 2 is 4, 7 keer 4 is 28, min 4 is 24. 26 min 2. 6 plus 7 is 13, 2 keer 3 is 26. Ja. Ik ben er weer, coach Leon, en ik ben geprofessionaliseerd in het coachen van de deelnemers van de 24 Games. Mijn t-shirt, stopwatch, handdoek, toolbelt, alles heb ik weer compleet. En er is een groot verschil, want ik heb mijn eigen coachteam. Daar staan zij allemaal. Coaches in spe, en deze dames en heren gaan mij helpen, in ieder geval deze wedstrijd, om de deelnemers een beetje op te peppen. Toch? Ja. 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 Toch? Ja. Ja. Oh, wat een enthousiasme. Dat moet ik ze even bijbrengen. Jongens, pak eens even allemaal je fles. We hebben allemaal een fles. Een van de meest belangrijke zaken bij het coachen is het nat houden van de deelnemers. Kunnen wij dat? Kunnen wij dat? Ga eens even oefenen. Laat eens even zien hoe je zo'n straal maakt. Ja. Camera zit ook gelijk onder, jongens. Doe dat eens op elkaar. Ja, zijn we er nog? Ja? Gaat volgens mij helemaal goed komen binnen. Wij gaan ons vervoegen naar binnen zo dadelijk om die deelnemers even lekker op te frissen. We laten ze even spelen. Als ze klaar zijn, hè, als zodra je ziet dat een tafeltje klaar is, dan ga je erop af en je pakt je fles in je spons en je doet alles wat ik je geleerd heb. Ja? Ja. Zijn we nu nog even stil en wachten we even tot ze klaar zijn. Welkom bij de 24 Game Facts. De basics. Het spel wordt gespeeld met de zogenaamde 24 Game kaart. Deze kaart bevat 4 getallen. De deelnemers dienen met deze getallen op 24 uit te komen door te vermenigvuldigen, te delen, op te tellen of af te trekken. Als ze de oplossing hebben, melden zij dit zo snel mogelijk. Degene die het goed heeft, krijgt de kaart plus de punten die daarbij horen. Kruk. Moet het dit jaar geen 25 wezen? Nee, dit jaar is het ook 24. Dat wordt nog meer? Nee, tuurlijk wordt dat niet ieder jaar meer. Oké. Nog 24 game. Oké, jongens. Ik wijs op die tafel waar wij naartoe moeten. De meesten zijn klaar. Dan gaan ze even coachen. Oké, naar die tafel. Rennen. Is het gaan spelen.
Ook deze keer hebben we weer een thuiskaart. Hij zou hier ergens moeten zijn, maar waar die... Is het hier fantastisch in dat zalige Zutphen? Ik denk het wel. We gaan het uitvinden met z'n allen. We staan hier nabij Schravenhof bij de Sint-Walburgkerk. Hier is die. En deze kerk, deze pittoreske kerk, kenmerkt zich door de stylistische, gotische gewelven in de ramen die hier aan de voorzijde van de kerk ziet. Briljant. Is een foto waard. Fototip. Mag ik even een kiekje nemen? Ja, dat is leuk. Even een zit. Oh. Ja, lachen. Als hij doet hoor. Stip je even in. We gaan even gewoon naar de Sint-Walburgkerk. Doe eens gek. Kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier, kom eens naar hem hier. Ik ga het bruisende entertainmentleven van Zutphen eens ontdekken en dat doe ik middels een karpettenshow. Haha. 4, 5, 6, 7. Het centrum van Zutphen ligt precies 103,7 kilometer vanaf Amsterdam. Dus om dit te krijgen, moet je dat reizen. Goeiedag, mag ik even vragen? U bent hier toeristisch? Yes. Ja. Yes? Yes. Your English? No. No. Nederland? No. Duits? No. Wat dan? Noorwegen. Oh, jee, Noorwegen. But you speak English? Yes. Yes. What do you like about Zutphen? It's a nice town though. Ja, het is een leuke stad, leuk dorp. Hallo. Mensen in Zutphen zijn altijd gastvrij. Als ik aan jou vraag, wat vind je van Tilburg? Ik zou het niet weten, ik ken het niet. Nee? Nou, dat lijkt me wel leuk. Ja, volgende week zitten we in Tilburg, nu zitten we in Zutphen en Zutphen is... Gaaf. Zutphen is gaaf, kort maar krachtig. Vanuit een zalig Zutphen zeg ik weer toedeledokio. De allereerste finale van de 24 Games 2001 zijn net begonnen. Het zijn vier finalisten en zij gaan in ieder geval alle vier naar de landelijke finale toe. Nummer 1. Die kwam op school in de trofeeënkast. Dat was de allereerste van de 24 Games 2001. Ze zijn niet klaar. Volgende week zitten we in Zuid-Nederland, in Tilburg. Zie ik je daar weer. Wij gaan hier opruimen en ik hoop dat we gewoon wat meer mensen kunnen helpen, jongens. De oplossing van de thuiskaart, daar is die. 3 keer 8. 6 plus 3 is 9. 9 gedeeld door 3 is 3. 3 keer 8, 24.